Met nog één dag te gaan tot het Groningse ontzet worden op verschillende plekken in de stad voorbereidingen getroffen voor de festiviteiten. Traditiegetrouw staat de drafbaan in het stadspark in het teken van de paardensport. Vandaag werd daar druk aan de opbouw van het parcours gewerkt. Maar wat vieren we nu eigenlijk? Bom en Berend was onze vijand, Bernard van Galen, de bisschop van Münster die met zijn troepen voor de wallen van Groningen lag. Maar die het niet gelukt is, ondanks zijn kogelregen, de stad in te nemen en inderdaad letterlijk af moest druipen. Het was ook erg nat op die 28 augustus 1672. En dat vieren we dus. In de hele stad worden activiteiten georganiseerd. Zo is er onder andere een paardenkeuring op de Ossenmarkt. En worden drakenbootraces gehouden. De dag zal worden afgesloten met vuurwerk bij de Zuiderhaven. Ook is er een onderdeel aan het programma toegevoegd. Dit jaar springt er echt uit dat wij met draaiorgels ook de stad gaan verblijden. En we maken ook een rondje met draaiorgels bij de zorginstellingen. Als zij niet naar de stad kunnen komen, gaan wij naar hun toe. Vandaar dus een tiental draaiorgels en we hebben 21 verzorg- en verpleeghuizen. Die willen we graag aandoen en om een stukje muziek te laten horen. Je ziet gewoon het sentiment van de oudere mensen zie je weer terug. En dat, ja, dat doet je wel wat. Het belooft een droge en zonnige dag te worden.